Harry van het Kamp, wie kent hem niet? Ik heb wel eens eerder een video over hem gemaakt. Daar ging hij real life tinderen. Geen goed. Ik ben hem wel eens tegengekomen. Ja, dat kan er een beetje gaan. Ik kwam er toen in een video achter dat mijn ex wel eens door hem was gevraagd om mee naar huis te gaan. Kan gebeuren. Kleine trauma. Verder ging de video wel echt fantastisch goed. Hey. Ik heb een feestje in mijn mond, wil je ook komen? Origineel. Ook van? Nee, hij heeft er ook niks uitgehaald. Het is ook real life Tinder, come on. Ik denk dat je wel iets beters nodig hebt om iemand met Harry te laten daten. Nou, dat is er. Date op het kamp. Oh, gezellige plek. Tussen alle marmeren witte pilaren de pitbull uitlaten. Nee, wel vet veel zin in. Echt fantastisch nieuws. Come on, Harry van het kamp heeft zijn eigen dating show à la The Bachelor. Het is 8 uur ochtends, 9 uur ochtends en ik moest het gewoon filmen. En het wordt vanmiddag 32 graden. Hij ontpopte zich tot de grootste vrouwenverslinder van Nederland. Maar inmiddels is hij klaar om te settelen. Natuurlijk snap ik ook dat de mensen daar denken van ja, Harry zoekt de ware liefde, ja, ja, dit, dat snap je. Maar als ik een echt serieus vrouwtje heb en ik heb een relatie, ja, dan ben ik trouwens om die de rest de kalassie niet tegenover op. En aan aandacht geen gebrek. Harry is heel charmant. Wacht, ik wil even dood. Wat gebeurt hier? Is dit mijn fucking... Oh, mijn hart zit in mijn keel. What the fuck is... what's happening? Is dit mijn fucking ex? Nee, dus... hoe kom je achter? Kijk, je hebt hier een korte periode om dames te leren kennen. En dat kan niet alleen door middel van gesprekken. Tot die tijd verblijven ze in het buitenkamp. Vlakbij. God damn, moeten ze verblijven op het kamp? Het is in Nederland, ze kunnen prima naar huis. Waarom zou je ze martelen? Ja, ik ben naast het kamp opgegroeid, gewoon bijna op het kamp. En het is gewoon niet mijn... het is een hele andere wereld. Ze zijn heel naar. Nou ja, op dat kamp waar ik naast woon, zijn twee mensen doodgeschoten. Maar verder zijn ze prima. We zijn hier allemaal voor één doel. En dat is om het vrouwtje te worden van Harry. De concurrentie onder de vrouwen is groot. Ik merk echt wel dat er een aantal... die kwamen al heis van mij. Denk, oh meid. Ik zag ook gelijk dat de dames echt naar hem toe gingen als tijgers. Ik heb niet veel concurrentie gezien, nee. Ik heb nou echt de tijd van maat. Ik zweer, ik ben echt verschut. Ik zweer, ik ben echt verschut. Wat een heerlijke televisie. Oh mijn god, ik wil deze televisie pijpen. Ze zitten aan een tafel met een vaas vol rietjes. Om dan met je rokenstem te gaan huilen. Over rokenstemmen gesproken. Vape niet. En dan gaat hij vervolgens weglopen om heel boos het muggenscherm zo dicht te slaan. En dan hoor je... niet een keiharde klap. Fuck jullie allemaal. Fuck jou. Fuck jou. Dat maakt mij nog bozer. Oh, ik heb hier zin in. Oké, ik heb weer echt vet veel zin in deze aflevering. Let's go. Worst vooruit. Ik genoeg voor betaald. Dit is Date op het Kamp. Harry zoekt een vrouw. Die titel ook. Normaal is het... Dit is The Bachelor. Nu komt er... Dit is Harry van het Kamp. Date op het kamp. Harry zoekt een vrouw. Windscherm kan je niet hard dit slaan, waardoor je alleen maar boos wordt. Nou, toen ging hij vertellen over hoe leuk het kamp is aan een gouden tafel onder een soort Turkse fotoshoot met... Is dat met zijn zus of zo, denk ik? Harry wil echte liefde. En zijn ouders zijn hierin het grote voorbeeld. Ja, ik weet je wat het is? Als je iemand liefde gevonden hebt, dat is zo mooi. Dan kun je samen... Het geheim van een goede relatie. Communiceren. Communiceren zo weinig mogelijk. Dat is een goede grap. Ik kan zeggen, dat is een goede grap. Je ziet ook gelijk wat wel eigenlijk het geheim van een goede relatie is. Witte tanden. Nee, humor. Maar Harry is nog druk met de laatste voorbereidingen. Mensen kennen me natuurlijk als Harry de Hengst. Harry de Hengst? Ja, kennen we hem zo? Kennen wij hem als Harry de Hengst? Ik dacht, goed, ging hij zich klaarmaken in slow motion. Wat extra van die gele kruidvat gel nog in zijn haar. En zijn zus had ook nog een paar eisen voor de vriendin van Harry. Zoals niet haar plek innemen voor de volgende Turkse fotoshoot. Inderlijk. En dan zal Harry ook moeten doen. Nou, dat vind ook. Ik het belangrijkste. Maar maakt hoeft ze niet te zijn. Nee, dat is wel. Dat zou ook
Hoe hypocriet zou dat? Maagd hoeft ze niet meer te zijn. Dat was vroeger, denk ik. Ja. De jongens zijn ook allemaal niet meer maagd, dus... Maar ze moet niet heel Eindhoven omstreken hebben. Nee, ze moet het... Oké. Dus niet zoals wat Harry zelf heeft gedaan op televisie. Cool. Hey, we gaan een vrouw ontmoeten. Allerleukste moment van The Bachelor. En ik neem aan, ik weet vrij zeker, ook van dit programma. Harry van het kamp, date op het kamp, Harry zoekt een vrouw. Tussen de garages, met oma kijkend van de veranda. Dat klinkt toch gewoon fantastisch. Dat is toch fantastisch. Wat is dit eigenlijk voor goede dag nu al? Harry Kimberly. Leuk om een keer in het echt te zien. Dankjewel, maar jij ziet er ook goed uit. Oké, dat ging goed. Nice. Leuke vrouw. Compliment. Voorstellen met een kus en een hand. Zo kut soms dat je dat dan doet en dat je dan tegen de tiet komt. Kan wel. Ging fucking goed. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Leeuwarden. Leeuwarden. Helemaal vanuit het noorden hierheen gekomen. Ja, deze komt uit Friesland. Ja, wel ver weg, ja. Kilometers ga ik niet maken. Oh, oké. Nou, afgeschreven. Volgende. Zijn kampers niet officieel doorreizigers? Hoi. Hi. Harry. Sam. Ik heb een mandje voor je gemaakt, zodat je alvast weet waar je mij s'nachts voor wakker kunt maken. Aw, oh, cute. Dat had die eerste niet. Die eerste miste een cadeautje. Deze scoort nu al punten. Kipnuggets, jou van McDonald's? Ja. Die is wel zenuwachtig. Ja, heel zenuwachtig, ja. Altijd handig. Kipnuggets en condooms. Ja, leuk te ontmoeten. Ik heb een cadeautje voor je. Hier. Dit is een volle spaarkaart van Albert Heijn. Kipnuggets en condooms. Altijd handig. Safety first. Ja. Ja, meteen de eerste ontmoeting met condooms voor de dag te komen. Harry. Harry, come on, man. Hey Harry, niet vergeten dat jij dit bij X on the Beach bent. Zie dit? Het is gewoon... Oh, het gaat door. Oh, dat is één seizoen. Eén seizoen. Hi, hallo. Ik ben Rilana, ik ben 27 jaar oud. Dit is lang. Milana? Ja, ik denk dat wij iets gemeen hebben, want onze hondjes heten allebei Pablo. Nee. Echt waar? Oh, Pablo en Milana daar. Dat krijg je nou wat. En dan heb ik een cadeautje voor jouw hondje Pablo. Oh, kijk eens, dankjewel. Oké, die heeft gewonnen. Come on. Die hond heet Pablo. Het is dezelfde hond. Ze is knap. En ze heeft een gouden doos. Ze is DJ. Harry ook. Hier, dit interieur. Dat is hartstikke... Kamper. Komt naar de volgende. Kleinigheidje meegenomen. Kijk eens, dankjewel. Ja, ik vind je er heel goed uitzien. Oké, jongens, vals alarm net. Het is de officieel niet. Het is de officieel niet. Ze heeft een hele andere mond. Ik ben wel fucking blij dat ik niet nu hoef te gaan reageren op mijn ex die Harry gaat daten. Daar ben ik fucking blij mee. En daar is de volgende. Wat heeft die nou weer? Ik hoop helemaal bij, joh. Heel buffet. Wie jarig is, trakteert. Dus niet alleen voor jou, maar ook voor heel je familie. Hoe oud ben je geworden? 23. Oké, het is hartstikke aardig. Het is super aardig. Super aardig dat ze gaat trakteren aan iedereen die ze tegenkomt, plus de familie. Ah, maar we zitten niet in groep 6. Zitten we... Sorry. Willen jullie trouwens een leuk feitje horen over het woord tokkie? 20 jaar geleden was er een programma, Familie Tok. En die waren zo asociaal, dat mensen elkaar tokkie gingen noemen als iemand asociaal was. En dat hebben we er eigenlijk altijd in gelaten. Dus hun familienaam heeft nu gewoon een soort definitie gekregen van asociaal zijn van je wijf. En een van die zoons, die was toen een kind, is nu volwassen en die baalt heel erg dat. Nou ja, goed. En daar is Grace. Hi. Hi. Ik ben Grace. Nou, mooi meisje. Ja, vind ik ook. Mooi meisje. Mooi jurk. Ja. Ze is één gezicht met jou. Jullie zijn gewoon hetzelfde. Tuurlijk is ze dan knap. Sexy blondine Grace heeft van haar hobby haar werk gemaakt. Ze werkt in clubs als Candy Girl. Maar het liefst zou ze natuurlijk Harry's armcandy willen worden. Oké. Nou, die doet of mee voor de volgers of ze is 18. Toen kwam Kirsten. Ik heb je meegenomen. Oh, kijk eens, dankjewel. Hoi, Harry. Kirsten. Het is wel echt een stoot als je die aan ziet komen. Dat je echt van, die mag wel zijn. 100%. Kan je deze vasthouden? Ja, tuurlijk. Ga jij hem aantrekken of moet ik hem aan? Ja, ik sta er even bij op. Weet ik, die kan ik die eventjes... Ze doet ook OnlyFans, dus we kunnen best wel zeggen dat ook zij meedoet voor de vorige. Nee, grapje. Ze heeft wel hele mooie tatoeages.
mensen abonneren op jouw platform. Ja, ik heb mijn vaste baan nu al opgezegd, dus ja, in principe kan ik daar prima van leven. En de Sneeuwwitje, waarom weet ik niet. Ze heeft geen idee waarom ze Sneeuwwitje kankergroot op de arm heeft. Maar alsnog heeft ze nog een tatoeage van de dwergen van Sneeuwwitje erboven. Het is wel cute. Leuk, toch? Het is toch gezellig? Een soort Disney sprookje arm. Nou. Ja, en volgens mij is het een M16. Ik weet niet, ik vond het hartstikke leuk. Oké. Door. We gaan door. Ik kan trouwens wel zeggen wat je wil, maar deze tatoeages zijn mooi neergezet. Nou, toen kwam zij. Ging ook super soepel. Twee grote knoppels erop. Ja, top. Die trok wel even mijn aandacht. En op een gegeven moment keek ik naar boven. Nou, mooi koppie. Mooie ogen. Ja, past er gewoon top. Alles goed? Ja, zeker. Met jou? Ja, ook. Hoe oud ben je, Claudia? 22. En waar kom je vandaan? Uit Geest. Geest? Uit Geest. Ja, ja, dat zeg ik. Uit Geest. Ik kom uit de hel. Dat is echt een plek in Friesland trouwens. Nu is wel heel Friesland de hel. Nee, grapje. Hi. Aangedaan. Hi. Wat is je naam? Dami. Dami? Ja. Wat was de reden waarom je eigen aan hebt gemeld, als ik vraag me? Nou, ik vond het super leuk. Ik wil jou graag leren kennen. Oké, okay, nou, je ziet er in ieder geval leuk uit. Leuk. Dankjewel. Ja, en ik heb een pendel mee. Ik ben spiritueel. Je gaat me betoveren. Je mag me een vraag stellen. En moet je een vraag stellen? Ja, een ja-nee vraag. Oké, okay, hij mag een vraag stellen. Wat die vraag nu. Is jouw antwoord op deze vraag een leugen? Wat? Dat heel die ketting tript. Oh, what the fuck me up. Word jij de vrouw van mijn leven? Wordt Dami de vrouw van Harry? Ah, dat heeft ze niet thuis gedaan. Nee, ze heeft niet bedacht om dat zeg maar te doen voordat ze een fucking koets instapte. Ze had niet bedacht om even thuis zelf met die ketting even... Goed, ja of nee? Vrouw van Harry's leven. Zij heeft nu al het antwoord. Ja, had hij ooit iemand een keer bij mij gedaan met hoeveel kinderen ik kreeg en een jongetje en een meisje? Krijgen misschien. Ja, dag! Motherfucker! Het was een ja of nee vraag! Het was een ja of nee vraag! Vind ik ooit nog de liefde in mijn leven? Laten we even kijken hoor. Paars. Oké, we gaan alweer naar de allerlaatste vrouw. Tot nu toe ging het medium goed. Op één na eentje ging goed tot nu toe. Harry heeft nog één dame te gaan. Zal zij zijn interesse wekken? Ze neemt in ieder geval geen enkel risico. Yes! Yes! Slippers aan, let's go! Het zijn die mooie slippers, weet je, van die Gucci slippers of weet ik veel. Dit zijn gewoon de slippers die je van je pa pakt als je de vuilnis buiten moet zetten. Oké. Okay. Harry. Cassidy. Ja, ik heb geen cadeau voor je bij, want mijn huwelijksnacht mag je hem gewoon uitpakken. Damn, dat is de slechtste openingzin die ze had kunnen gebruiken. Wat, Harry moet voor seks gaan wachten tot huwelijk... Het is fucking Harry van het kamp! Harry van het kamp. Plus nog meer klemtonen, want het zijn kankerveel. Ah, het is in één seizoen al 38 vrouwen. Je gaat hem toch niet... Een bekend gezichtje. Kennen wij elkaar? Ja, wij kennen elkaar, ja. We hebben al een keer eerder afgesproken, ja. Weet je niet meer, hè? Nee. Ah, dat is ongemakkelijk. Fuck. Dit is zeg maar een van die omstreken Eindhoven die Harry wel heeft gedaan. Het is terecht dat hij haar niet herkent. Ik heb Harry een keer ontmoet. En alleen, ik weet niet of ze me nou zal herkennen. Ik heb ander haar. Ik heb mijn tanden laten doen. Ik heb een borstje gegoten. Ik heb een nektattoo. Ik heb mijn lippen laten doen. Dus nu ben ik upgrade. Dus nu misschien ben ik wifi materiaal. In Harry's defense. Hij heeft haar gezien 40.000 euro geleden. Dus ik snap het ook wel weer. Oké, dat waren alle vrouwen. En toen liet Harry weten. Nou, bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen. Jullie spullen hebben gepakt. Aan hebben gekleed. Vet mooi. Cadeautjes voor me hebben meegenomen. Ik ga de helft wegsturen. Gewoon de helft wegsturen na een kwartier. Zenuwachtig? Ja, weet je wel. Acht is niet niks. Nee, ze... Ze hebben me laten lachen. Ja? Ja. Met je condooms en... Ik moet wel met pijn en maat zeggen dat ik je helaas moet laten gaan. Nee, dat is niet erg. Ja. Waarom die opbouw? Waarom, goddammit? Je bent fantastisch. Ik zweer, je bent echt een 10 uit 10. Mits je niet zo'n lelijk hoofd had. Je mag die kant. Je bent een beeldschone dame. Ja? Uniek. Alleen scheiden vandaag helaas onze weg hier. Oké, is goed. Prima. Oké, ja, wist ik al. Weet je, die ketting die ze net had, die zei ook helemaal geen misschien. Dat was ja of nee. Die ketting hier is overduidelijk een nee dit. Maar prima. Nou, hij ook de rest afzeggen. En dat duurde zo fucking lang. Dat, het werd gewoon avond. We zeiden dat we elkaar kenden. Alleen,
zou ik niet weten waarvan. Ik wil het wel graag weten. Dus mag je gaan stappen? Mag ik daar gaan stappen? Deze. Oh nee. Nee joh, volgens mij moet ik een die man. Ja, ik voel gewoon, ik voel mij ook echt, weet je, fuck het ook. Fuck de koetsen, ik heb een Uber besteld. En kan niet iedereen meenemen? Nee. Wel had je een heel leuk cadeautje. Oh. Leuk, spontaan. Ja, dankjewel. Kun je het, ga ik die nog aanzien? Kan. Ga naar www.onlyfans.com. Sorry, inkoppertje. Hey, ik moet zeggen, ik vond het programma leuker dan verwacht. Komt natuurlijk ook omdat het precies de Bachelor is, maar dan met hele spraakmakende mensen. Uiteindelijk de vrouwen die over zijn, zijn ook leuk ook. Wil je het nou zelf kijken, moet je Discovery Plus. Of als je geen abonnement hebt, kan je het ook op TLC gratis zien. En laat even weten of ik aflevering 2 ook moet kijken. Mijn pa is nu beneden, dus ik moet opschieten.